kijkers, welkom bij deze uitzending. We hebben in de studio de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Prasad Santokhi. En met hem gaan we praten over een aantal zaken, maar de focus op de ACS-conferentie waar Suriname een heel belangrijke rol heeft vervuld. Excellentie, welkom. Dank u wel. President, om met de deur in huis te vallen. Suriname stond de afgelopen dagen in het teken van de ACS-bijeenkomst. U heeft ook geparticipeerd aan enkele bilaterals. Kunt u ons deelgenoot maken van de uitkomst van deze meetings? Ja, laat ik het in een breder perspectief plaatsen. U weet dat de president verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid, zoals de grondwet dat aangeeft. Dus in het kader van je buitenlands beleid met als werkarm het ministerie van Buitenlandse Zaken en nog zoveel andere werkarmen, ambassades, consulaten, diplomatieke missies, zal je proberen om dat buitenlands beleid te ontwikkelen welke in het belang is van de natie. Ons nationaal belang staat centraal om te beoordelen hoe wij ons buitenlands beleid gaan inrichten. En je ziet namelijk wat we doen, versterken van de samenwerkingsrelatie met de bevriende naties, met wie we altijd een goede samenwerkingsrelatie gehad hebben, met name de zogeheten diaspora-landen, en China, en India, en Indonesië, en Afrika. En je ziet, we hebben onze ambassades daar. Maar tegelijkertijd uitzetten van andere strategische gebieden, om te zorgen dat we het nationaal belang goed kunnen dienen. En dat hebben we laatst gedaan door ook diplomatieke missies te openen in Marokko. Binnenkort openen we ook een diplomatieke missie in Saoedi-Arabië. We hebben ook diplomatieke relaties met Israël. En vanuit die diplomatieke missies gaat men ook de regio kunnen bedienen door aangaan van ook regionale samenwerking, door accreditatie, ook naar andere landen in die regio's waar onze ambassades zijn. Maar ook hier in onze eigen regio, waar we CARICOM hebben, we hebben net voorzitterschap gehad. Daarnaast hebben we ook andere organisaties. We hebben de CELAC, we hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten en we hebben ACS. En onze intentie is om deze samenwerking in de regionale organisaties te versterken. Er zijn issues, zoals Haiti-issue, waar we leiderschap moeten tonen als regionale gemeenschap om Haiti te ondersteunen. Dus het halen van ACS hier in Suriname is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Is onderdeel van ons buitenlands beleid, waarbij wij een hele grote internationale gemeenschap hier halen. Het is niet alleen de regionale gemeenschap die hier aanwezig is, maar de internationale gemeenschap is hier aanwezig, verschillende landen zijn vertegenwoordigd, om gezamenlijk het regionaal beleid te ontwikkelen, de strategieën uit te zetten, de prioriteiten te identificeren, maar ook die samenwerking te versterken tussen de lidstaten, maar ook buiten de regio die samenwerking initiëren. En we hebben het hier gehaald, omdat wij ook weten dat we als land een bijdrage willen leveren aan die regionale integratie. We moeten ook verantwoordelijkheden nemen als je deel uitmaakt van de internationale en de regionale gemeenschap. En dit is een voorbeeld van het nemen van verantwoordelijkheid. Het halen van die conferentie en leiding geven aan de conferentie. De tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken, die voorzitter is van de ministeriële vergadering van de ACS. Maar tegelijkertijd mobiliseren we ook in de regio. We willen meer verantwoordelijkheid. We willen meer leiderschap. En we gaan voor die hoogste functie. Daarbij organisatie van Amerikaanse Staten. De functie van secretaris-generaal. Waar we behoorlijk voorbereiden en lobbywerk
al ingezet hebben dat de minister van Buitenlandse Zaken gekozen kan worden als secretaris-generaal. Dus tegen die achtergrond moet je zien dat dit past in ons buitenlands beleid. Het nemen van verantwoordelijkheid, het geven van leiding, ook in de regio. En ik denk dat het hele eer is voor ons land om zoveel buitenlandse gasten hier te hebben. En ik heb met veel mensen gesproken, veel bilaterale gesprekken. Heel wat zijn voor het eerst hier gekomen in Suriname. Dat zijn allemaal onder indruk. Wat ze gezien hebben aan de hand van die exhibition, de producten die we maken. Wat ze gezien hebben in onze binnenstad als een historische stad. De mogelijkheden die ze vernomen hebben van ons om hier te komen investeren. Op het gebied van zoveel terreinen. Ja. Vanaf bosbeheer, duurzaam bosontwikkeling, onze natuurlijke hulpbronnen, ons oil en gas, ons toerisme. Maar ook community projecten. En ze zijn allemaal geïnteresseerd en dat waren de, laat me de sterke kanten van de bilaterale gesprekken. Namelijk, maak gebruik van die ACS om Suriname meer te promoten. Praat met de verschillende vertegenwoordigers van de andere regio's. En bied opportunities, bied hun de informatie. En ik kan nu al zeggen dat nu al heel wat landen beslist hebben dat ze terugkomen met hun delegatie. Maar dan om te praten over die bilaterale samenwerking, maar dan om te praten om te investeren in Suriname. Ja, als we even een uitstapje kunnen maken, president, naar dat gedeelte van de, pardon, van de exhibition. Want daarmee is de ACS-conferentie ook begonnen. Wij hebben gesproken met een aantal ondernemers, ook uit het buitenland. En daarmee, of daarbij is gezegd, de beurs is aangeslagen. Eigenlijk is er honger naar nog meer. Het betekent, zoals ik het zo zie, dat we toch een goede beurt hebben gemaakt als Suriname. Ja, kijk, in feite beseffen we nog als land onvoldoende hoe sterk we zijn. Alleen op basis van wat we als land te bieden hebben. Maar afgelopen jaren, het is niet iets van één jaar, twee jaar, afgelopen jaren, decennia, kan ik zeggen dat we als land in feite onvoldoende één geïnvesteerd hebben aan die lokale productie. Dat moet gestimuleerd worden. Er is talent. We hebben die resource-based capacity om industrieën hier op te zetten. Vanaf kleine ondernemingen tot middelgrote ondernemingen, tot hele grote ondernemingen. En nu pas komt het op gang. Maar tegelijkertijd hebben we onvoldoende promotion gehad van ons land en onze producten naar het buitenland, naar de regio toe. Nu komt het op gang. En dan zie je namelijk dat heel wat mensen onder indruk zijn van hoeveel mogelijkheden we hier hebben. En tegelijkertijd dat ze hier willen komen. Maar wat zijn de sterke kanten van ons? Alle personen die hier komen, in lengte van jaren. Ik ontmoet ze nog op buitenlandse missies. Eerste was zeggen, your cuisine is the best of the world. Dat is bij hun gebleven. En als we weten dat onze cuisine, onze voeding, onze maaltijden, onze gerechten bestaande uit zoveel soorten gerechten en dan de fusion, de mix. En dat heb ik al gevraagd aan die toerismeorganisaties. Organiseer hier aan het eind van het jaar een cuisine festival. En nodig de hele wereld uit. Hele onafhankelijkheidsplein en hele noordelijkste. Maak alleen maar stands. En je gaat zien hoeveel mensen hier niet gaan komen. Nou, dat zijn die exportproducten van ons. Waarvan we onvoldoende beseffen dat we die kracht en potentie hebben om leider te zijn in de wereld. Ja. Als wij één van de drie landen zijn van de wereld, welke carbon negatief is. Kan je voorstellen van meer dan 200 landen in de wereld. Je bent één van de drie die carbon negatief is. Dus als het gaat om jouw carbon, jouw zuurstof, jouw bos, jouw biodiversiteit, you're leading, you're the leader, niemand anders. Nou, neem dat leiderschap. We hebben veel te bieden. We hebben veel te bieden. Neem onze culturele diversiteit, ja. Onze etnische diversiteit, onze religieuze diversiteit. Ja. Waar andere landen oorlogen voeren met elkaar. Om geloof, ja. Om etniciteit. En kijk wat wij hier doen.
deze zijn de showcases van ons die we kunnen gebruiken. Je hoeft geen geweldige dingen te gaan doen. Dit hebben we. Laten we dat exposen. Laten we dat als ons bindmiddel gebruiken. Laten we dat als ons exportproduct gebruiken. Natuurlijk hebben we hier talent. Ik kom net uit China. Weet je wat Chinese leiders aan mij daar zeggen? We zien overal, in alle topclubs, Surinaamse voetballers. En ze beginnen die namen voor me te noemen. Ja. Begrijp je? Maar die boodschap is ook, wanneer kom als land daar, in die topvoetbal. Ja. Als we zoveel topvoetballers hebben. Nu pas zie je dat we die voetballers met talent, Surinaamse voetballers, maar ook in diaspora kunnen inzetten. We hebben talent hier zo. We hebben net een show gezien bij de start van de ministeriële conferentie Kunst. Ja. We hebben verschillende veel talent hier zo. Maar wat we doen is namelijk soms het gevoel creëren dat wij niks te bieden hebben. En dat wij van het buitenland meer en eerder waarderen dan ons eigen. Dus nogmaals, die call van de mensen dat ze meer willen, terecht. Wij moeten gebruik maken. En ik denk dat de toerismeorganisaties, de private sector, samen met de overheid hierop moeten inspelen. Ja. U haalde carbon credits aan. Nou, deze bijeenkomst van de ACS is ook een voorloper op COP29 in Azerbeidzjan. Nou vraag ik me af, president, hoe sterk staat de regio? Maar ik wil toch denken, in het bijzonder Suriname, omdat wij toch recht hebben op de carbon credits. Kijk, en daarom heb ik net gezegd, wij leden. Want ik ga naar die verschillende conferenties. En soms heb ik het gevoel dat andere landen en andere mechanismen willen beslissen over ons bos, onze biodiversiteit, onze carbon credit. Nee, het is van ons. De wereld moet blij zijn dat we als land hun uitstoot opvangen met ons bos. De wereld moet blij zijn dat wij met ons bos hun zuurstof geven. Daar waar zij hun bos allemaal weggekapt hebben, verkocht hebben. Waar zij alle natuurlijke hulpbronnen gebruikt hebben. En rijk geworden zijn. Superrijk geworden zijn. Het is tijd dat ze ons gaan compenseren. Gisteren hebben we de regeringsraad goedgekeurd. Voor de eerste keer pilotproject. Om te zorgen dat we onze carbon credits gaan verhandelen. Op een verantwoorde wijze. Onder toezicht van de Verenigde Naties. Met internationaal gezaghebbende organen. Maar wel dat we het zodanig doen dat wij inkomsten kunnen genereren. Met dat geld kunnen investeren in nog duurzamer bosbeleid. Maar ook investeren in de lokale gemeenschappen. Trainen van mensen voor behoud van ons duurzaam bos, voor controle en inspectie. Investeren in die biodiversiteit. Maar ook zorg dragen dat we als land beschermd zijn. Dat onze kust goed beschermd is met mangroven. Dat er meer groen komt. En die transition komt van fossiele brandstof naar die green energy. Wij moeten leiderschap naar ons toe trekken. Als het gaat om carbon credit. En wij moeten leiding geven aan de wereld, met name met landen die ook in een soortgelijke positie verkeren. Dat zij carbonnegatief zijn. En dat willen we, dat doen we al op verschillende conferenties en dat gaan we weer doen. En elke keer op zulke COP-conferenties moeten we onze stem laten horen. Dat we doorgaan en met behoud van ons carbonnegatieve status. We zijn bereid om met landen en organisaties te praten over ons carbon credit op een verantwoorde wijze. Voor deze en toekomstige generatie. Maar we moeten ons stem blijven laten horen. Die oil en gas. Waar een druk komt vanuit de wereld om het af te bouwen. Dat wij als een nieuwkomer in die offshore business, in die offshore oil en gas, alle recht hebben. Om dat te gaan exploiteren. En dat ons volk recht heeft op die inkomsten van oil en gas. En dat het volk van Suriname een keertje ook mag profiteren van hun rijkdommen. En dat alle Surinamers ook rijk mogen worden
van onze oil en gas, dat recht hebben we. En dat recht mag niemand ons ontnemen. Natuurlijk zijn we ook verplicht naar die wereld om die olie- en gasexploitatie te doen. Op een verantwoorde wijze, met een achtneming van de milieunormen. Met een achtneming van een wereldprogramma. Dat wij niet verder bijdragen aan die uitstoot. En daarvoor heb je die moderne technologie. Om te zorgen dat je de productie hebt. Maar ook onder die net zero lijn blijft. En wij zullen dat zelf berekenen. Door deskundigen van Suriname. We hebben een gasstudiegroep. Een presidentiële werkgroep. Ook zij hebben aangetoond. Dat met die oil- en gasexploitatie. We onder die zero lijn gaan blijven. Ja. Daarover gesproken, president, oil en gas. En ik wil dat koppelen aan connectivity. We hebben eerder de directeur van de SLM hier gehad. En SLM speelt al in op oil en gas. Is dat ook... Ja, natuurlijk is er daarover van gedachten gewisseld. Maar is Suriname wel op dat stuk om, voor wat betreft connectivity, toch wel goed en effectief op in te spelen wanneer oil en gas, wanneer die boom komt, zeg maar. Ja, kijk, laten we die connectivity, het hebben van goede infrastructuur, het hebben van goede verbindingen met landen, met volkeren, zien vanuit verschillende perspectieven. Eén is namelijk jouw voedselveiligheid, food security. Ik neem onze eigen regio hier zo. Ik ben naar alle lidstaten tot nog toe gaan van CARICOM. Allemaal eilanden. Sommigen heel dicht bij elkaar, sommigen ver van elkaar. Met uitzondering van twee landen die ook op het continent zijn van Zuid-Amerika, Suriname en Guyana. Belize, daar in Centraal-Amerika. En daarachter die grote reus Brazilië, met een enorme capaciteit aan industriële ontwikkeling, productieontwikkeling. En deze twee landen die aangrenzen aan de Atlantische Oceaan, met oil en gas, met agrarische productie. Maar hoe bereik je die regio? En daar begint het al, er is geen goede connectivity. Want als we een goede connectivity regelen, dat er vanuit Suriname, Guyana, er goede verbindingen zijn naar de regio, cargo-verbindingen zijn, dan brengen we onze producten daar. En dat, ik geef maar een voorbeeld, dat we vorig jaar die overeenkomst met Barbados getekend hebben op het paleis met premier Mia Motley. En we hebben via LVV de boeren overtuigd, gaat jullie produceren? Want daar gaat een markt ontstaan. En ze zijn gaan produceren. En we hebben onderhandeld met Barbados. En die voedselveiligheidsnormen zijn goed doorgenomen. En welke producten? Maar hoe krijg je daar? Nou, Suriname Airways komt in beeld. Jij gaat nu cargo daar voor ons brengen. Maar maak tegelijkertijd een commerciële vlucht. Dat is hem. Connectivity, waardoor je nu je producten kan exporteren. Barbados krijgt voedsel. Daar zijn er zoveel toeristen die gebruik kunnen maken. Alleen moeten we deze dingen verduurzamen. Agrarische productie, food processing. Dat is de meeting bilateraal wat ik gehad heb met de landen van de Golfregio, Midden-Oosten. Die zijn allemaal hier ook aanwezig. En wat ze willen? Voedselveiligheid. Nou, hier zijn wij. Maar wat hebben we niet? Connectivity. Maar wat hebben ze wel? Emirates. Vlieg met Emirates Airway. Veel vliegtuigen. Ga zaken doen. Dat is gisteren afgesproken. Gaan jullie met Suriname Airway zaken doen? Dat we daar connectivity hebben. Maar tegelijkertijd biedt jezelf als land als een hub. Want we zijn strategisch heel goed gelegen. Dat hebben alle deskundigen al vastgesteld. In Noordoosten. Om als hub te kunnen fungeren voor vluchten. Naar Zuid-Amerika. Naar Noord-Amerika, naar Afrika, Azië, Europa. Nou, kom hier zo, vestig je hub. We bieden de faciliteiten. We zijn nu met investeerders bezig om een tweede airport, tweede internationale airport op te zetten. Is nodig voor die oil en gas. Maar tegelijkertijd met Brazilië, dat is de overeenkomst die we hier getekend hebben met de drie presidenten van Brazilië, Suriname en Guyana.
voor regionale integratie en regionale samenwerking. Dat Brazilië ready is met die highways. Dat die highways doorgetrokken gaan worden naar Suriname, Guyana, Frans-Guyana. Die brug komt tussen Suriname en Guyana. Dit jaar starten we. We zijn bezig op hoog niveau te praten over die brug over Marowijnrivier. Dan krijg je die ontsluiting. En daar moet die connectivity zijn. En de eerste pilot is namelijk voor de regio. Guyana, Trinidad, Barbados, daarom komt Suriname. Met die ferry connection, de veerverbindingen. Met de private sector. Dan kan je meer dingen gaan doen. Dus nogmaals, die connectivity is een randvoorwaarde. Die food security, die agribusiness, die gaat eisen dat je goede connectivity moet hebben. Die oil en gas gaat alleen maar bevorderen dat die connectivity snel gaat komen. Want dan ben je een oil producing company, dan ga je die spin-off zien. Ja. En dan ga je inderdaad meerdere airports nodig hebben. Dan ga je zien de internationale vluchten. En vergeet niet, een andere belangrijke bron van inkomsten is toerisme. En als je toerisme hier wil krijgen, heb je connectivity nodig. Daar moet Suriname Airways gaan investeren. In samenwerkingsvormen. Gaat deelgenoot zijn van bredere en grotere airline companies en airline organisaties. Voor goede connectivity in de wereld. Maar aan de andere kant zorg dragen dat de maatschappij een goed plan heeft. Goed herstructurerend plan heeft. We hebben veel geïnvesteerd in Suriname Airways. Er zijn wat uitdagingen. Maar het is bijzonder belangrijk dat we alles doen, dat onze Suriname Airways daar blijft, met een goed plan komt, investeert, geld gaat verdienen. Want één ding is duidelijk. Stel je voor dat we geen Suriname Airways hadden. Ik vraag me of Surinamers die ticket tussen Amsterdam en Paramaribo nog zouden kunnen betalen. Ja. Want in Suriname Airways die het nog laag houdt en die andere maatschappij ook dwingt. Ja. Om het laag te brengen. Maar stel je voor dat Suriname Airways er niet is. Die impact daarvan. Dus nogmaals, laten we ook die Suriname Airways als katalysator zien. In het beïnvloeden van prijs. Zodat onze burgers en ook de diaspora mensen goed kunnen travelen. Maar nogmaals, in de regio zijn er veel mogelijkheden. Heel wat mensen weten niet. Dat is het verhaal wat ik aan die Caribische leiders zeg. We hebben 5 vluchten vanuit Brazilië naar Suriname. 5 vluchten per week met Suriname Airways en Gol. Ja. Als jullie nu die connectivity kunnen zorgen dragen vanuit Suriname naar het Caribisch gebied, ja, naar Trinidad, naar Barbados, heb je Brazilië, Suriname, Trinidad, Barbados en vanaf daar kunnen die mensen doorgaan. Ja. Die dingen moeten goed op regeringsniveau, maar ook op de private sector niveau goed gaan uitgewerkt moeten worden, want we hebben niet alleen Suriname Airways, we hebben Fly Always, die vliegt naar Cuba, die vraagt nu voor toestemming om te vliegen naar China. We hebben Gummer, gaat u naar Noorden kijken, Gummer heeft een geweldig airport daar ontwikkeld, met internationale standaarden, voor ook de regionale vluchten. We hebben Baja Air, die ook geïnvesteerd heeft in 2 vliegtuigen en bezig is met goedkeuringsproces. We zien zoveel investeringen nu komen in het vestigen van helikopterbedrijven. Waarom? Er is maar 1 luchtverkeer naar platforms, olieplatforms. Ja. En dat is een helikopter. Helikopter, ja. Dus je ziet heel wat mensen daarin investeren. Ja. Gebeuren heel wat dingen. Laten we ons huiswerk maken. Laten we de local content ook bijbetrekken bij die oil en gas. Zodat onze bedrijven kunnen groeien. Maar laten we onze Surinamers klaarmaken. Dat was mijn opdracht 3 jaar geleden aan Staatsolie. Ga zo snel mogelijk in het kader van oil en gas. Studierichting, oil en gas opzetten op universitair niveau, op technisch niveau. En vorig jaar hebben we op NATIN geopend. Ja. Oil en gas studierichting. Dat moet ook komen op universitair niveau. Zodat we die oil en gas als Surinamers, als Suriname, zelf kunnen controleren, zelf kunnen beheren. Net zoals Staatsolie, met ons eigen kader, dat doet met die onshore olieproductie. Maar datgene wat gebeurd is met die bauxiet. 100 jaar lang. Bauxietmaatschappijen weg. En wij geen kader hier. Om West-Suriname te gaan ontwikkelen. Ja. Dat mag nooit meer gebeuren. We moeten hier onze onderwijssystemen constant aanpassen. Aan strategische doelen van het land. Zodat we onze Surinamers kunnen opleiden. En onze Surinamers in staat gesteld worden. Om die economische ontwikkeling zelf ter hand te nemen in dit land. Ja. President, binnen ACS zal
Suriname het voorzitterschap binnenkort moeten overdragen. Er was wat, ja, zal ik zeggen, onduidelijkheid, spanning daarover met betrekking tot de opvolging. Hoe is er al duidelijkheid daarover? Nee, ik denk dat een traject uitgezet moet worden voor die opvolging. Er zijn regels binnen ACS. En natuurlijk zijn het wat issues die allemaal ook aangepakt zal moeten worden door de secretaris-generaal en andere landen. Maar goed, we hebben nu een leidende rol in ACS en wij gaan onze leiderschap moeten inzetten om te zorgen dat opvolging goed geregeld is en dat er continuïteit is van ACS en dat het werk van ACS niet onderhevig mag zijn aan belemmeringen en of oponthoud. Maar dat wordt in ieder geval goed geregeld. We gaan naar de afronding toe, excellentie. Na deze ACS-conferentie kunt u zelf zeggen van ja, ik voel me opgelucht als president, want we zijn een stap dichter bij onze doelen gekomen. Kijk, ACS gaat altijd blijven. Je moet rekening houden, zoals ik eerder heb aangegeven, in CARICOM heb je een deel van ACS-landen. Ja. Maar in ACS hebben we andere delen, wat je niet in CARICOM hebt. Dan heb je op Zuid-Amerika, UNASUR, waar de president van Brazilië na zijn verkiezing besloten heeft om nieuw leven in te blazen. Maar je hebt weer een andere uitdaging die je krijgt op het continent van Zuid-Amerika. ACS is geen politieke organisatie. Maar daar zie je zoveel landen en zoveel regio's bij elkaar komen om te praten over issues en onderwerpen die belangrijk zijn. Het was misschien in andere organisaties misschien moeizaam zal gaan. Of het zal wel lukken, maar met een smallere setting. Hier is een bredere setting. Straks hebben we OAS met een nog bredere setting. En belangrijk is namelijk dat we die wereldagenda daar goed bespreken. Ik weet niet of je gemerkt heeft aan de hand van de onderwerpen. Maar door die climate change, ja, wij hebben onze eigen impact. Maar ik travel veel. En wat ik zie in die verschillende eilanden, prachtige eilanden met prachtige stranden. Maar wat daar plotseling gebeurt, waarop niemand goed antwoord kan geven, is dat er tonnen aan zeewier daar binnenkomt. En alle stranden bedekt worden met zeewier. Hoe heet dat? Sargassum. Het staat op agenda vandaag. Hoe gaan we het vraagstuk van sargassum aanpakken? En er wordt een speciale commissie in het leven geroepen om dit vraagstuk goed te gaan bespreken. Kijk die flexibility van ACS. Iets wat een regionale dreiging begint te worden. Ja. Gezamenlijk aanpakken. Wat is jouw ervaring? Hoe pak jij het aan? Maar als je niet aanpakt, komen geen toeristen. Als je niet aanpakt, ga je inkomsten achteruit. Als je niet aanpakt, hebben we andere milieuproblemen. Maar tegelijkertijd, hou rekening mee, dit is ook impact van de climate change. En wie is verantwoordelijk voor die climate change? En wie heeft gezorgd dat er climate change ontstaat? Wie heeft gezorgd dat klimaatverandering ontstaat? Wij mensen. En wij mensen moeten ervoor zorgen dragen dat ons planeet beschermd wordt. Dat die uitstoot minder wordt. Dat groen beschermd wordt. Dat die transitie maken van fossiele brandstof naar die green energy. Dat we ons omgeving schoon moeten maken. Het begint met die plastic die we weggooien. Een cup die we weggooien. Die terechtkomt in een kreek, die terechtkomt in een rivier, die terechtkomt in een zee, waar vissen doodgaan. Ja. Wat voor zorg draagt voor eiwitvoorziening, gaat kapot, wordt vervuild. Dat is wat wij mensen doen. En je ziet hoe die natuur reageert op ons gedrag, op onze leefgemeenschap, met droogte, met vloed, met overstroming, met hurricanes, met stormen, met... Noem maar op. Mensheid wordt wakker. Het is tijd om ons planeet te beschermen. Het is tijd om aarde te beschermen. Laten we samen doen. Anders gaan we samen weer aan.
U heeft sterk geëindigd, president, maar ik wil toch nog een minuutje geven om het laatste woord te richten tot de kijkers. Nou, kijk, mijn mensen, het is ACS. We hebben eerder hier de CARICOM-vergadering gehad. Onderschat zulke vergaderingen niet. Ik weet dat er altijd mensen zijn die kritiek gaan leveren. Het is een belangrijk instrument om de regionale gemeenschap en delen van de wereldgemeenschap hier te hebben. 1. Het geeft promotie aan het land. Het geeft ook opportunities om te investeren in het land. Het biedt gelegenheid om bilaterale samenwerking aan te gaan. Het biedt gelegenheid aan de private sector om hun producten te presenteren. Het biedt gelegenheid aan onze samenleving om onze talent, onze cultuur, onze kunst te presenteren. Het biedt gelegenheid ook aan onze Surinamers om ook regionaal en internationale netwerken te creëren voor hun exposure. Kortom, het heeft enorm veel voordelen. Los van verbetering van je positie als land, los van imagoverbetering, los van zoveel andere voordelen die je als land hebt, dat hiermee wij een stukje solidariteit tonen. Dat wij verantwoordelijkheden naar ons toe trekken, leiderschap tonen om wereldvraagstukken, regionale vraagstukken met elkaar te bespreken en ook oplossingen te zoeken. Dat is waarom je als land lid bent van de internationale gemeenschap. Ook voor die internationale solidariteit. En ook om een bijdrage te leveren aan die internationale rechtsorde. Aan die internationale verdragen die geïmplementeerd moeten worden. Aan de regionale overeenkomsten die geïmplementeerd moeten worden. Dus nogmaals, we kijken uit naar alle besluiten. En we gaan deze besluiten allemaal uitvoeren. En dat zal de taak zijn van het secretariaat van ACS. Alle besluiten die hier in Paramaribo genomen gaan worden, die moeten ook uitgevoerd worden door de andere lidstaten. Dank u wel, president.